Welcome back. I hope you're rested and ready for the new season. I don't think we really got the most out of the team last year. The car didn't really improve as I would have liked. Let's try and do better this time. Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan nog verder in seizoen 2, de seizoensopener in Australië, ronde nummer 1 van het kampioenschap van aflevering 23. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zal ik die eerst even terugkrijgen, want als je deze gaat zien, wil je meer afleveringen zien van F1 2019 de Career Mode. Druk dan gewoon op de abonneerknop, zet dan een kleine belletje op alles aan, zodat je enkele video meer van mij mist. Ja, we zien hier dus de driver transfers. En we hebben een nieuw teammaatje. Nico Hulkenberg is onze teamgenoot. Is vervangen. Dat is de vervanger van Kimi Räikkönen. Die gaat naar Haas toe. Interessant. En de R&D tree, ja, het ziet er niet zo goed uit. We zijn dus gezakt van P4 naar P6. Williams heeft een hele grote sprong gemaakt. Dus dat wordt lastig om hun bij te houden. Perez dus, ons nieuw rivaaltje, die keert terug naar McLaren. De progress history. En dan gaan we nu gewoon door naar de kwalificatie. Ik kijk nog even naar de gearboxen en de banden. En dat is net voor de kwalificatie. It's the Australian Grand Prix. Looking at this field today, Anthony, do you think we're going to see anyone take a chance? Maybe run the hard tyres and save some of the grippier tyres for the race tomorrow? Well, I'd be surprised in all honesty. It's only the front runners that really have the pace to get away with that. And even then, at the end of the day, it's a big risk. Track position is the most important thing, and it's rarely worth sacrificing for a slightly more optimal strategy in the race. So I doubt we're going to see anyone trying it. I have been wrong before, though. We certainly do see some risky decisions every now and then, and it's a gamble that's sometimes worth taking. But if it were me in the car, I would want to be on the fastest tyre for my qualifying lap, without a doubt. Nou, hier zijn we dan dus voor de allereerste kwalificatie in seizoen 2. Ik ben benieuwd hoe Nico Hulkenberg het gaat doen bij ons team. Kijken of dat een sterk teammaatje is, want Räikkönen was niet zo sterk. Die hebben we namelijk geslagen met 2 tegen 1. En we gaan er al gelijk uit kijken of de outlap goed is, of de auto goed aanvoelt. Er zijn er al jongens die hun tijden gaan noteren. Perez zie ik nu voor me. Magnussen met een 1.24.7. Dus het kan misschien nog spannend gaan worden tussen ons twee en de Hazen. Want en Mercedes. Ik weet niet of we, met de topteams kunnen meestrijden. Inmiddels over start-finish en we gaan dus een ronde laten noteren. Leclerc laat in de eerste sector een 27.3 noteren. Best wel snel vind ik. Ik ben benieuwd wat wij kunnen rijden in sector 1. Zit hier wel een klein beetje door. Dus bij het rechte stuk. Slipstream van Gasly. Dat helpt ons een klein beetje. En we gaan naar P2 op 37.000ste van de tijd van Leclerc. Maar we moeten realistisch zijn dat dadelijk het gat gewoon 18e, 19e is. Dat we gewoon naar P6 zijn gewezen. Inmiddels naar P3. Hamilton snel met een 1.22.8. Dus we moeten nu gewoon kijken wat er dadelijk onze tijd is in de pitbox. Bandenverwarmers zijn er weer op, zie ik. Alles is weer aangesloten aan de auto. En nu kunnen we onze rondetijd gaan bekijken. 1.23.3 is onze snelste raceronde. Snelste kwalificatielap tot nu toe in Australië.
zijn nu heel veel jongens naar binnen, zie ik, hoor ik. Alhoewel, ja, die Williams komt ook naar binnen. Ik dacht, oh, die gaat een outlap doen, maar Williams staat laatst in de pitbox. Uitslag van Q1. De Leclerc snel 1.27.6 en onszelf naar P5 op 16e. En Hulkenberg heeft het net gered. Bij de Alfa Romeo's weer door naar Q2. Net als in de seizoensfinale. En ik hoor al motoren. En ik ga dus kijken of we nu eerst naar de medium band kunnen gaan. Misschien voor Q2. En dan kijken wat de pace daarop is. En dan kunnen we misschien, als het stel dat we laatste liggen in de Q2. Dan kunnen we misschien door naar Q3 met de softband. Maar ik wil eerst even kijken wat de pace is op de mediumband. Heel veel jongens zijn er inmiddels uit. Ik zag daar een Renault voorbij rijden. Is volgens mij nu een beetje druk op de baan. Maar ik hoop niet dat we daar heel veel last van zullen gaan krijgen. Vlak voor een racing point zie ik. Volgens mij is dat Perez. Als ik dat... Ik weet even niet. Ik weet zijn naam even niet meer. Sainz. Ja, ik zit met andere rijders in mijn hoofd. Van seizoen 1 nog. Sainz dus naar racing point. Perez dus naar McLaren. Dat weet ik dus nu, hoop ik. We laten hier een gat vallen ten opzichte van Carlos Sainz om in free air onze tijd te gaan laten noteren in Q2. Op de medium band dus een klein beetje over de curves, dat geeft een niet zo'n lekkere exit. We gaan eens kijken wat deze medium band kan of doet in Q2. DRS hier geopend voor het tweede trajectpunt. Het is daar trouwens groen in sector 1, dat was geel. Ik weet niet wat er is gebeurd. Weber met een 1.23.9. Wij naar P5. En met een 1.25.0. Op een volle seconde. Dus je ziet dat Williams goed is. Giovinazzi naar 4 in zijn Red Bull. We stappen met een 1.22.9. Tot nu toe de snelste tijd. P10 inmiddels op het randje van de top 10. Ik jou er naar 11. Iemand verbetert zijn tijd, zie ik op de map. Jawel, iemand verbetert zijn tijd. Onszelf naar P11, Giovinazzi naar 12. En nu gaan we gewoon op de softbanden kijken of wij nu wel door kunnen naar de top 10 qualifying hier in Australië. En als dat gebeurt, dan is dat weer knap. Bandenvormers gaan er dadelijk weer op. En dan gaan we kiezen voor de softbanden. Verstappen snel hoor. Een halve seconde los van Lewis Hamilton. Dus dat belooft ook nog wat. Hulkenberg voorlopig in de top 10. Maar ik wil daar graag een stokje voor gaan steken. Zodat hij niet door de top 10 kwalificatie heen kan. Inmiddels 3 minuten nog te gaan. P14 inmiddels zijn wij verwezen. Ricciardo naar de laatste plek. Wij inmiddels op de ene laatste plek in Q2. Ik heb dus besloten om mijn tijd dus te gaan laten noteren op de softband. Een versie set soft. Dat betekent ook dat we in de race ook op een 1 ronde oude band van de soft gaan starten. Oeh, ja hoor, we schieten al gelijk door. We raken daar het gras en ik denk, hoe zal ik het zeggen? Ja, ik zei het dus toch. De band wordt dus niet vers. Hij is dus niet vers, hij is al wel. Nog geen schade of percentage schade aan de band, gelukkig. Met nog 2 minuten te gaan in de top 10. Inmiddels over start-finish heen gekomen. Groen gelijk en dat betekent dat we goed zitten. Dat betekent dat we goed zitten met onze delta en onze tijden in Q2. Op dit moment de ene laatste plek. Deze bocht nemen we dus nu wel goed. Start-finish heen gekomen en het is P6 volgens mij. Ja, wij zijn dus door naar Q3. En dan gaan we kijken of we misschien een paar plaatsen hoger kunnen kwalificeren. Leclerc komt er niet aan, 73.000ste, verder op een 10e en Hulkenberg naar P14.
Hamilton slecht, zevende. Niet verwacht van de zesvoudige wereldkampioen in dit spel. Niet verwacht. Middels door naar Q3. Een setje van de softbanden. We hebben een extra set softbanden over. Die gaan we denk ik ook gebruiken in het tweede deel van de top 10 qualifying. Maar eerst kunnen we dus nu zien wat deze softband ons te bieden brengt. Heel veel jongens gaan er dus nu uit. Ik zie een Red Bull al voor mijn neus gaan verdwijnen. Die verdwijnt. Nu, op dit moment. Verstappen is dat. En ook een Mercedes gaat eruit. Dat kan Bottas of Hamilton zijn. Middels over startfinish heen gekomen. En we gaan dus de tijd laten noteren in Q3. Ja, P9 dus op dit moment verwezen. Het is Q3. Nu zeg ik het even goed. Het is Q3. Q1 is al lang geweest. Ik ben even in de war geraakt, dus sorry daarvoor. Dan gaan we kijken wat het gaat worden met onze rondetijd. Geen groen, geen paars en geen rood in sector 1. Komt omdat we dus nu onze eerste run gaan laten noteren in Q3. Verstappen nog steeds voor ons. We hebben geen last van onze landgenoot, want we rijden niet in de slipstream of niet in de dirty air van Max Verstappen. Hoppa, paars in sector 2. En wat kan dit dan opbrengen? Het tweede DRS gedeelte is geopend. En ik heb besloten dus om deze lap even volledig te doen. Even een rondje mee laten nemen. Weber met een 1.23.6. Oké, voor een Williams. Oeh, we nemen daar iets te wijd en we schieten daar in het grind. Dan gaan we kijken wat het dus gaat worden. Verstappen denk ik naar voorlopig pole position hoor. Ja, Verstappen met een 1.23.5. Onszelf naar een 1.23.7 op 2/10. Weber naar 2, dus we zijn nog langzamer dan de Williams. En we gaan er dus weer uit voor een tweede run in Q3. Nu op een nieuwe set softbanden. P9 dus voor voor Carlos Sainz. Achter Antonio Giovinazzi in zijn Red Bull. Opmerkelijk dat hij naar Red Bull is gegaan. Hij maakt trouwens zijn debuut hier in F1 2019 de career mode. Want ik had hem in seizoen 1 vervangen. De Giovinazzi is nieuwkomer. Ik snap dus niet waarom ze hem dan gelijk naar Red Bull hebben geplaatst. Dat snap ik dus niet. Waarom niet naar Williams of niet naar Haas. Want Giovinazzi is een Ferrari rijder. Interessant dus. Maar het kan hier dus allemaal in de game. Nou, maar die bocht iets te wijd. Ik ben nog een paar seconden op de klok en dan is Q3 afgelopen. Middels over startfinish Vettel met een 1.22.5 en onszelf naar P4. Super resultaat en we zitten er gelijk bij. En dit geeft een signaal af aan de topdienst dat Alfa Romeo naar voren komt. Op een halve seconde, dat boeit niet. Bottas, Pol, 2/10 verschil met Vettel. Hamilton 3, onszelf naar 4. Leclerc 5, Russell 6, Weber 7, Verstappen 8, Giovinazzi 9 en Carlos Sainz 10. Knap van Weber en Russell. Maar ja, die Williams is nu uitstekend geworden in de wintertest. Die hebben meer upgrades gepakt dan ons. En is dus een top 4 team geworden. En dan gaan wij nu gewoon dan door naar de resultaten. Of een interview, dat weet ik niet. Leclerc heeft het op 1 run gedaan, zie ik. Leclerc op 1 run. Interessant, had ik niet verwacht. We zijn langzamer in sector 1 en sneller in sector 2 en sector 3. Oké. De resultaten van de kwalificatie. We winnen ten opzichte van ons nieuwe teammaatje Nico Hulkenberg. We winnen ten opzichte van Sergio Perez. De resource points voor de upgrades in Bahrein, als die eraan komen, hoop ik. Ik weet het niet, we zullen zien. Er zijn er best wel veel. 220 in totaal. 591 in overall. Reputatie is gestegen bij de topteams en bij ons. Spec level daar een veteran en een sportsmanship toe. En mij volgens mij nog iets te zeggen. Oh, Jeff heeft nog iets te zeggen. Nou, dankjewel Jeff. Ja, het gaat hopelijk goed komen in de race. En misschien kunnen we een gooi doen naar het podiumplek. We gaan het allemaal zien in de grote prijs van Australië. Laten we beginnen met de race.
that even a second is an eternity in Formula One, so going 4 winter months with no racing at all has seemed a very long time indeed. We're back though in Melbourne, home of the Australian Grand Prix since 1996. The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. Also here, of course, is Anthony Davidson. They're still relatively new to a sport which does have a high learning curve and, of course, little tolerance for the... Nou, de grid voor de Grote Prijs van Australië, de seizoensopener in seizoen 2, met Valtteri Bottas op de pole position. Daarachter Sebastian Vettel, Hamilton op 3 en onszelf naar P4. Super resultaat dus. Russell en Weber, beide Williams in de top 10. Verstappen en Giovinazzi 7 en 8. Sainz en Gasly uit de top 10 af voor Haas. Butler 11, Magnussen 12. Ons teammaatje Hulkenberg 13, Ricciardo 14. Claire van de penalty P15, Albon 16. Raikkonen 17, Perez 18, Stroll 19 en Grosjean op plek 20. Dat was dus de grid voor de seizoensopener in Australië in seizoen 2. We gaan dus gewoon door naar de race. So let's try to build on this position throughout the race. Nou, laten we dus hopen dat dat dus gebeurt. Dat we een goed resultaat kunnen meepakken. Dus hier dus de race strategie. Soft en medium. We nemen wat extra fuel mee. Zodat we hard kunnen gaan pushen. En dan gaan we dus laten zien of we voor een podiumplek misschien kunnen meestrijden. Want de lampen zijn dus officieel aan voor de seizoensopening in seizoen 2. Career aflevering 22. En de lampen zijn officieel uit. En we zijn onderweg. En we komen goed van onze plek. Maar Russell komt beter van de plek. Hij heeft om gelijk te pakken. P4 voor de Brit, P5 voor ons. Weber probeert het buitenom, lukt helaas niet. Die is hier een beetje druk. Maar we kunnen hier gelijk terugkomen in de slipstream van George Russell. En dan gelijk Lewis Hamilton aanvallen. Kijk eens aan, daar vallen wij Lewis Hamilton aan. Maar hij duwt hier ons gewoon van de baan af. We hebben een kleine save gepakt. Zodat we niet wegglijden met de achtergrond van de auto. Met ons ronde nummer 3, DRS enabled. Russell zit achter ons. Oké, auto ziet er goed uit, banden zien er goed uit. Vol vleugel is dat beschadigd door die tik die Lewis uitdeelde. En Lewis rijdt weg. 2.6 naar Lewis Hamilton, 0. zoveel naar George Russell. Die Williams die is sneller in het rechte stukken dan onze auto. Die Williams heeft meer power dan ons, heeft een huis goed gedaan. Hamilton met 1.26.0. Gap naar Lewis 3.4, gap naar Russell is 2/10. DRS heeft de Brit in zijn Williams en kan dus een naam gaan wagen voor ons naar P4. Daar zit hij in de slipstream. Ik zie hem dichterbij komen. Russell komt nog niet met een aanval. Hij zit te ver. En dat is alleen maar voordeel voor ons. Hamilton zien we aan de horizon verdwijnen. Bottas nog steeds aan de leiding. Vettel dringt aan bij de Finn. Terwijl we ons niet moeten gaan verdedigen van George Russell. Onder nummer 5 inmiddels. En daar komt Russell met een aanval, is de vraag. Ja, hij komt daar met een aanval en hij zit ernaast. Maar hij kan die aanval niet doorpakken, helaas. Bottas leidt de race, zegt Jeff. Dat weet ik ook wel, Jeff. Dank je voor de informatie. Oeh, we schieten daar wel een klein beetje door, zag ik. Wel even mazzel dat Russell daar niet die aanval plaatst. Maar hij kan hier weer een aanval wagen. Inmiddels ronde nummer 6 voor Valtteri Bottas en de top 3 achter hun. Ook voor ons geldt nu ronde nummer 6 inmiddels ingegaan. Russell kan hier geen aanval wagen, zit te ver weg. Inmiddels ronde nummer 6. Het gaat hard met de ronde, het gaat hard met de tijden ook. En Russell zit bij ons te kijken. Daar komt Russell aan de buitenkant, heeft hij de bal om hem te laten staan. Hij laat hem inmiddels staan. En we hebben hem tenminste goed verdedigd. 6 seconden naar Lewis Hamilton. Russell kan hier weer aanvallen in de DRS-zone. Hij zit in mijn spiegels, ik zie hem kijken. En daar komt Russell met een aanval, een divebomb, onverwachts. Maar wij verdedigen weer die aanval goed af. En zo blijft het maar ronde en ronde lang doorgaan. De top 3 is inmiddels gewoon weggereden van ons. Van mij eigenlijk. En nu moeten we hopen dat, dat we Russell inmiddels goed kunnen verdedigen. Daar komt Russell met een aanval. We verdedigen de binnenkant, Russell aan de buitenkant. Hij is voorbij, maar we remmen extreem laat. En nog steeds P4. Opmerkelijk dat George Russell er niet voorbij kan. Een prachtig gevecht met de Brit. Ronde na ronde na ronde.
Inmiddels komen we binnen voor onze laatste pitstop in de race. Ronde nummer 7. We gaan naar de medium band. Ferrari, Mercedes ook naar binnen. Russell ook naar binnen. Red Bull ook naar binnen. Dit wordt een tactisch spel tussen ons en die van Williams. En we hopen dat we geen verkeer hebben. Pitstop verloopt goed. 2,3 seconden. Komt 3 tienden sneller. En dat is een Abu Dhabi altijd 2 seconden. Jammer. Ah, dat is jammer. Russell duikt net voor Max Verstappen volgens mij de baan op. En dat vind ik jammer. Geen pitstops. Hey, er is schade. Er is schade op de baan. Iemand heeft iemand geraakt. De vraag is wie? Dat weet ik niet. Het boeit me ook niet wie het heeft geraakt. Maar ik hoop dat het wordt opgeruimd. Daar kunnen we misschien een lekker band krijgen. Inmiddels ronde nummer 9. Russell nog steeds achter ons. Hij probeert het. P6 inmiddels. Ik zie daar een McLaren langzaam rijden. Ja, langzaam. Gewoon normaal rijden. Maar hij heeft niet de snelheid die wij hebben. Fuel en us besparen. Daar komt Russell aan de buitenkant, maar hij zet die aanval niet door. Spannend, spannend, spannend met de Brit met nog 6 ronden te gaan in deze wedstrijd. Er vormt al een treintje achter ons en deze jongens moeten nu gewoon naar binnen. Ze zijn dus inmiddels naar binnen gegaan in ronde nummer 9. Aan het einde van ronde nummer 9 begint ronde nummer 10. Russell zit hier klaar voor aanval nummer zoveel. Nee. We zien Bottas weer naar ons toe komen. We zien Bottas verschijnen. Interessant. Ronde nummer 11. Russell nog steeds niet. Komt weer tekort op ons. Wat mazzel is voor ons. En volgens mij heeft Bottas een probleem. De 500 fuel remaining af, zegt Jeff. En dat betekent misschien dat we misschien extra fuel kunnen branden. 14,0 seconden naar Kimi Räikkönen. Russell nog steeds. Hij zit er gewoon nog steeds. Ik weet niet wat hij daar doet. Hoe die Williams het zo lang volhoudt. Maar ik vind het knap van de jonge Brit. Die zijn tweede seizoen ingaat in de Formule 1. Inmiddels ronde nummer 12. En daar zien we Valtteri Bottas verschijnen. We rijden dichter en dichter naar hem toe. Interessant dat die Mercedes problemen heeft. Hamilton is ronde nummer 13 ingegaan. De Brit leidt gewoon met een grote voorsprong op Sebastian Vettel. Hier DRS op de fin. Weber is inmiddels naar 5 gegaan. Heeft Russell te pakken. Bottas verdedigt de binnenkant. Maar wij duiken nog meer naar de binnenkant. Groene sector 3. En het is een podiumplek in Australië. Met nog 2 ronden te gaan. En nu moeten we proberen om dit vast te kunnen houden. Dit. Jeff zegt de goede paas. Bottas terug in de slipstream. Kan hij aanvallen? Vraagteken. Nee. Helaas niet. En zo lijkt het erop alsof wij nu kunnen meeschrijden voor de wereldtitel. Inmiddels laatste ronde lood voor de Grote Prijs van Australië. Bottas nog steeds in ons vizier. Nu moeten we ons gaan verdedigen ten opzichte van Valtteri Bottas. Terwijl we dat ronde lang bij George Russell hebben gedaan. Ik denk dat Bottas een probleem heeft. Valtteri Bottas heeft een probleem in zijn Williams. Want hij rijdt niet naar me toe. Volgens mij Lewis Hamilton die gaat gewoon de wedstrijd winnen. Die gaat gewoon door waar hij mee is gebleven. In Brazilië. Want toen won hij voor het laatst. En Bottas zijn laatste overwinning was in Abu Dhabi, seizoensfinale. Dus wordt het weer een Mercedes die wint. En wat zei ik je, Lewis Hamilton wint dus de wedstrijd. Hij wint dus de seizoensopening in Australië voor seizoen 2. Charles Leclerc. Sebastian Vettel finisht als tweede. En onszelf naar een podiumplek. Een uitstekend begin in seizoen 2. En hopelijk dat we dit nu kunnen vasthouden voor de rest van het seizoen. Another historic win under their belts. Well done to the team at Mercedes. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again.
Nou, de uitslag. Lewis Hamilton wint dus de wedstrijd. Hij pakt ook even de snelste race 100 punt. 27 punten in totaal. Maximale score voor de Brit. Vettel naar 2, ontsteld naar 3. Prima resultaat hier in Australië. En Nico Hulkenberg maakt het niet waar. P14. Weer teleurstellende race voor ons teammaatje. Net als Kimi Raikkonen in Abu Dhabi. Wij zijn naar P3 gaan in het klassement en P4 in de constructeurs. En misschien kunnen we Williams in de volgende race wel pakken in Bahrein. Ik ben benieuwd. 1 punt verschil met het team. Dus ik ben benieuwd wat het gaat worden in Bahrein. Misschien kunnen we gewoon naar P3 pakken. Nu is Claire aan de beurt voor een interview. Ja, ik ben super blij met het resultaat. Ik had dit niet verwacht eigenlijk, een ponyplek. Nou, er is geen geheim, want onze auto is uitstekend. En dat was dus alweer het interview, kort maar krachtig, van Claire. Dan naar de resultaten van de rivaliteit. We winnen ten opzichte van ons nieuwe team, Nico Hulkenberg. We winnen ten opzichte van Sergio Perez. En het staat nu gewoon eigenlijk nog steeds gelijk, maar die rivaliteit gaan we gewoon winnen. Resource points zijn gewoon weer binnen gehengeld voor de upgrade. Misschien in Bahrein, misschien in China. Wie weet, ik ben benieuwd wat het dus gaat worden dan. Best wel veel. Kijk eens aan, 440 in totaal, 1005 in totaal. Reputatie is gestegen. Veteran en sportsmanship, dan heeft Emma nog iets te zeggen. Nou, we gaan dus ook bewijzen of we misschien de ponyplek kunnen behalen in Bahrein. Rivaliteit, iemand doet mee met een invitation event, maar daar gaan we dus niet aan meedoen. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het dan met een like. En wil je meer afleveringen van de Event 2019 Crimp zien? Druk gewoon op de abonneerknop. Ben je nu op dit kanaal? Ram dan gewoon op de abonneerknop. Schakel ook gelijk het belletje in. Zet die op alles aan, zodat geen enkele video meer van mij mist. Volg me even op de Instagram, Facebook en Twitter. Social media accounts. Links in de beschrijving. Kan je altijd op follow drukken. Laat een reactie achter wat je van video vond. Zo van, hey, toffe video. Dit komt beter. En ik heb vooral genoten. Altijd fijn om te horen. We nemen nog wat upgrades mee voor Bahrein. En nou, dit was deze video. Dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens. Tot de volgende keer bij F1 2019 Greenwood. Ga verder in Bahrein.